kerstnachtdienst in Schaapskooi-Heiken dit jaar niet zonder slag of stoot? Wat heeft het Van Gogh-jaar Drenthe opgeleverd? En FC Emmen neemt het op tegen FC Dordrecht. De Schaapskooi in Heiken is vanavond weer het decor voor een kerstnachtdienst. De organisatie is druk bezig om de puntjes op de i te zetten. Maar de editie dit jaar brengt wat uitdagingen met zich mee. Meestal de zondageditie dan doen we zoveel mogelijk op zaterdag. Zodat we dan de zondag een beetje vrij houden en dat we alleen maar zondagavond aan de gang gaan. Maar aangezien in verband met de wolf de schapen op zaterdagavond wel weer naar binnen moesten, konden we zaterdag niet alles doen, dus dan moeten we zondag meer doen. En dat is niet het enige obstakel vandaag. Ook het slechte weer heeft invloed op de werkzaamheden. Als je naar buiten kijkt, dan zie je de weersomstandigheden. Het is erg nat buiten en we kunnen dus niet in de weilanden parkeren. Dus we moeten wat alternatieve parkeergelegenheden creëren. Maar dat mag de voorpret niet drukken. Verwachten jullie ook een topdrukte, ook ondanks het weer? Ik vermoed, het zal iets minder zijn. Mensen zullen gauw thuis blijven door de weersomstandigheden. Dus het zal misschien iets minder zijn, maar hier zit je wel lekker warm en droog. En er is chocolademelk en bloemwijn voor iedereen. Dus kom gerust hoor, het is prima te doen hier. De Drentse Duizend, de muzieklijst Veur en Deur Drenthe, trapt vanavond af. Met dit jaar een nieuwe nummer 1. Ja, dat hoor je op Oudejaarsavond natuurlijk. Hè? Even voor 6 uur, dan gaan we hem bekendmaken. En tot die tijd houden we dat natuurlijk een beetje een verrassing. Moet wel een beetje spannend blijven. Het is wel leuk, op onze Facebookpagina bijvoorbeeld, daar wordt er al volop over gediscussieerd. Want er zijn wel meerdere kandidaten die het zouden kunnen zijn. Nou, ik vind het een hele verrassende lijst ten opzichte van de afgelopen 2 jaar. En er zijn heel veel nummers uitgevallen, dus er zijn ook weer nieuwe nummers voor terug in de plek gekomen. En dat zijn er bijna 250. Dus er is echt heel veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Dus dat levert weer een hele leuke, verfrissende nieuwe lijst op. Je hoort natuurlijk wel vaak over dit soort jaarlijsten, maar het is altijd een beetje hetzelfde. Nou, dat is in het geval van de Drentse Duizend zeker niet zo. De Drentse Duizend is te volgen op radio en TV Drenthe van kerstavond tot en met oudejaarsavond. De Drentse Duizend. Dit is misschien wel dé herinnering aan het Van Gogh-jaar hier in Hoogeveen. De schilder kwam 140 jaar geleden naar onze provincie. In dit jaar zijn er tientallen activiteiten in onze provincie geweest. En er gebeurde veel. Van vaartochten tot zonnebloemenplanten en een expositie in het Drents Museum. En wie weet, kom je Vincent zelfs tegen? Dag, ik ben Vincent van Gogh. Een belangrijke locatie is Zwelo, waar Vincent de kerk vastlegde. Hey Vincent. Ja, goedemorgen. Kom binnen. Hoi, goedemorgen. Hoi. Hoi. Gilbert Mulder. Kijk, we lopen even naar een reproductie van de tekening die Van Gogh heeft gemaakt. Zo zag hij de kerk in 1883. We hebben een heel aantal momenten gehad dat hier de kerk open was en bezoekers kwamen. Vroeger was een tentoonstelling 200 tot 300 bezoekers in die periode. Nou, nu hebben we wel 600 tot 800 mensen bij een tentoonstelling gehad. Toevallig kwamen er nog 3 jongeren van dertigers. En die hebben die gewandeld en die waren helemaal onder de indruk van de rust en de mooiheid. En die proefden dezelfde sfeer als toen de tijd Vincent natuurlijk ook heeft gedaan. En Van Gogh was niet alleen in Zwelo te vinden, hij ging ook naar Nieuw-Amsterdam. Het Van Gogh-jaar, hier ook in het Van Gogh-huis actief geweest. Ja. Hoe is dat geweest voor jullie? Heel bijzonder. Wij zijn namelijk voor een heel groot deel dit jaar bezig geweest met onze verbouwing en vernieuwing van de hele presentatie van het Van Gogh-huis. Dus we hebben heel lang geen bezoekers kunnen ontvangen. En vanaf 2 oktober zijn we weer open. Hoeveel bezoekers zijn er sinds de heropening binnen geweest? Nou, dat zijn er zo ongeveer zo'n 2000. En dat is voor ons, als Van Gogh-huis, is dat echt een heel hoog bezoekersaantal. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Maar het is hier van een stilte. Een stilte zoals ik nimmer heb ervaren. Zo prachtig. En dan de heide. Oneindig tot aan de horizon. Het Vincent van Gogh-jaar komt ten einde.
Hoopt u dat u de rol mag blijven vertolken in de toekomst? Ja, dat hoop ik wel. Want ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik vind het een inspirerende figuur. En ik hoop ook andere rollen nog te mogen vertolken. Maar Vincent is wel een hele belangrijke figuur. En ik heb iets van hem geleerd en ben door hem geïnspireerd. En het is voor Drenthe van een bijzondere betekenis. Ja, dit is, laat ik mezelf maar inkoppen, dit is gewoon een hele teleurstellende maand. En dat hadden we niet verwacht. En het was ook zeker, ik denk dat het ook niet echt terecht is als je kijkt naar de manier van voetballen. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat je die ballen erin schiet, want dan heb je recht op punten. Nou, dat hebben we nagelaten. Opnieuw een bittere pil dus voor FCM in de afsluiter van het jaar 2023 in en tegen Dordrecht. Na 3 nederlagen op rij, dus een 4e verliespartij. Ondanks voldoende kansen, zoals hier na 13 minuten voor Shadi Landou. Hij weer terug in de basis. Ook een basisplaats voor deze Patrick Brouwer. Ook hij neemt het doel van Doornbusch onder vuur. Maar de doelman van Dordrecht redt dan vlak voor rust. Sterker nog, het is blessuretijd. Het is dramatisch verdedigen van Emmen. En de goal van Dordrecht. Osundina is de maker. Natuurlijk is dit fraai. Het mag nooit gebeuren, ziet ook Fred Grim. Hij schudt het hoofd. Maar het antwoord van Emmen komt nog in de eerste helft. Het is een gigablunder van deze Doornbusch. Die een vrije bal van Joey Konings compleet, maar dan ook compleet verkeerd inschat. Kijk eens. Wat een kapitale fout. Het is 1-1 bij rust. Emmen wil meer. De ploeg van Grim wil winnen. Krijgt ook genoeg kansen op een goal. Maar het scoren is niet voor het eerst dit seizoen een groot probleem. Ook in Dordrecht. En verdedigen blijft ook een vak. Uitverdedigen ook. Vos levert zomaar in. Dan is dit wel heel gemakkelijk. Geen strobreed wordt hij in de weg gelegd. Sebaoui schiet binnen. En 10 minuten na rust kijkt Emmen weer tegen een achterstand aan. Shadi Landou. Komt hier de gelijkmaker? Nee. Patsicek raakt de lat. Het zit Emmen ook niet mee. 4 weken geleden werd er nog gevochten om de koppositie. En na gisteravond is het gat naar koploper Willem II gegroeid naar 13 punten. En ook Rode JC heeft een voorsprong van 7 op FC Emmen. Want Emmen scoort maar niet en verliest. Uiteindelijk met 2-1 in Dordrecht. En het laatste woord van 2023 is voor de trainer Fred Grim. Wat ik eigenlijk wel kwijt wil is de manier waarop de supporters toch aan het eind van deze wedstrijd met die spelers omgingen. Hoe ze met een club omgaan. Hoe positief ze zijn. Hoe ze erachter blijven staan. En ik heb ze althans een aantal persoonlijk kunnen bedanken. En bij deze wil ik eigenlijk alle supporters bedanken. Want zonder hun gaan we die wedstrijden zeker niet winnen. Aardappelzetmeelfabriek AVB en de aardappelboeren hebben goed geboerd vorig jaar. Het zetmeel leverde een recordprijs voor het bedrijf op en daar profiteren de boeren van mee. We zijn in staat geweest om de kostenstijgingen vanuit de teelt door het bedrijf door te zetten naar de markt. Dat is één component. En de andere component is dat we ook goed in staat zijn geweest om nieuwe markten te bedienen, waar de toegevoegde waarde van onze producten echt goed tot z'n recht zijn gekomen. Gabi de Ruiter is de nieuwe vertrouwenspersoon van LTO Noord die boeren een luisterend oor moet bieden in de strijd tegen criminelen. Want criminelen die proberen steeds vaker leegstaande schuren of loodsen te huren en dat brengt boeren in de problemen. Boeren en tuinders, maar ook bewoners en ondernemers in het buitengebied zijn heel vaak veel op zichzelf, zelfstandig. Er is weinig politie helaas in het buitengebied. Dus ja, het is eigenlijk een walhalla voor drugscriminelen. Groningen Airport Eelde is gered. De provincies Drenthe en Groningen stoppen de komende 10 jaar samen 46 miljoen euro in het vliegveld. Daarmee kunnen de kosten voor zaken als beveiliging, brandweer en onderhoud van de infrastructuur worden betaald. Kosten die het vliegveld niet zelf kan dragen. Het is een hele mooie uitdaging. Dit is Martijn Breukelman, 32 jaar en vanaf april de nieuwe burgemeester van Hogeveen.
Daarmee is hij veruit de jongste burgemeester in Drenthe, maar hij ziet dat niet als een probleem. Ik heb ook al best een wat ervaring opgedaan in de politieke bestuurlijke wereld. Zowel in de gemeenteraad 8 jaar, een aantal jaren als fractievoorzitter. En nu 6 jaar als eerste lokale burgemeester en wethouder in de buurgemeente Hardenberg. Alle hens aan dek voor de waterschappen. Door de vele regen van de afgelopen dagen stromen sloten, kanalen en rivieren over. Waterschap Vechtstromen is daarom overgegaan op crisisorganisatie fase 2. Men verwacht de piek op de Vecht met de kerstdagen, dus dan wordt het spannend. En gezien de neerslaghoeveelheden die ze nu voorspellen, wordt het echt spannend rond de tweede kerstdag. Maar we zijn alert en kijken of we het handelen kunnen. Vanavond vallen er nog enkele buien, later in de nacht wordt het droog. Met 9 graden is het mild voor de tijd van het jaar. Een witte kerst gaat het niet worden, wel blijft het zo goed als droog. In de avond gaat het vrijwel overal regenen. Het wordt zo'n 12 graden. Op de tweede kerstdag vallen er wat buien, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt dan zo rond de 10 graden. Woensdag en donderdag verlopen onstuimig met veel regen en wind. Het wordt zo'n 9 tot 10 graden. En tot zover deze Drenthe Nu. Fijne kerstdagen en graag tot morgen.